Mijn moeder heeft in haar leven vet veel meegemaakt. De maanlanding, inbel internet en grote schoudervullingen, oh wat waren ze groot. En tijdens haar verre reizen van Delft naar, nou ja, ergens anders in Delft, heeft mijn moeder een belangrijk ding geleerd. Gezellig. Wat drink je met je maten als je vriendin je heeft verlaten voor een dikke kale buschauffeur uit Os? Wat helpt echt als de neten als je je paspoort bent vergeten en je kan niet op vakantie gaan naar Kos? Dan heeft je moeder het beste medicijn. Jullie weten vast al wat dat gaat zijn. Ja, een kopje thee, een kopje thee. Daar voel je een heel stuk beter mee. Een kopje thee, een kopje thee. Hé, wat moet dat met dat biertje? Neem anders gewoon een kopje thee. Oh ja, Jezus. Wat komt echt als geroepen als je te dom bent om te poepen? En je bent gezakt voor je bronnenrijbewijs en die staat makkelijk. Wat kan je wel gebruiken als je naar bruinvis blijkt te ruiken en je oksels naar een overleden geit? Dan heeft je moeder dat al gezet, waarmee je het zeker weten wel redt. Ja, een kopje thee, een kopje thee. Dat helpt zelfs tegen hepatitis B. Een kopje thee, een kopje thee. Hé, wat moet dat met die bako? Neem anders gewoon een kopje thee. Het leven is niet makkelijk en de wereld staat in brand. Daar zijn zelfs je grote schoudervullingen niet tegen bestand. Maar tegen alle terroristen, inclusief de Taliban, helpen 20.000 moeders met gevulde thermoskan. Een plastic bekertjes thee, een kopje thee. Een sterrenmint, kamille, lapsang, souchong of Earl Grey. Een kopje thee, een kopje thee. Is je hand eraf gereten? Neem dan met je andere hand een kopje thee. Een kopje thee, oh dat helpt echt als een malle als je getrapt bent in je ballen. Een kopje thee, een kopje thee. Ja, daarin hang je je zakje als je stikt in een gebakje. Een kopje thee, een kopje thee. Oh, daarbij eet je een kaakje als je last hebt van je zaakje. Een kopje thee, een kopje thee. Ja, daaronder staat een lichtje als je klaarkomt in je nichtje. Een kopje thee. Een mens heeft 1,5 liter water nodig, iedere dag. Waarom neem je die niet tot je? Met behulp van een heerlijk zelfgezet gedronken potje. Met behulp van een heerlijk zelfgezet en gedronken kopje thee.